Ik ben Vasco Lup, socioloog en onafhankelijk onderzoeker. En ik heb een onderzoek gedaan voor de kenniswerkplaats Leefbare Wijken naar het fenomeen buurtwachten in Nederland. Nou, ten eerste zie je wel dat buurtpreventie enorm is opgekomen de laatste 5 jaar. Dus het bestond al wat langer, maar we zien echt een enorme groei van het aantal buurtwachten in Nederland. En daarbij heb ik geconcludeerd dat ze positief kunnen bijdragen aan de wijkveiligheid, doordat bijvoorbeeld inbraken dalen of drugspanden worden opgerold, maar dat het ook niet helemaal zonder risico is. En dat zit er met name in bijvoorbeeld doorgeschoten sociale controle of stigmatisering van andere groepen zoals jongeren of migranten. Ja, de risico's daarvan zijn dat buurtwachten vergeten dat de publieke ruimte ook andere functies heeft. Hè? Dat het ook gaat om een stukje esthetiek, dat hij er mooi uitziet. En de privacy van bewoners, dat dat ook een rol speelt. En als je alles door de bril van veiligheid gaat bezien, dan kom je al gauw tot maatregelen waarin bomen gekapt moeten worden omdat dat beter zicht oplevert. Of dat je constant bij een gezin langs gaat omdat die de poort niet goed sluit, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wat van die negatieve effecten doordat je alles door de bril van veiligheid gaat zien. Nu zie je dat ze zich veelal beperken tot alleen facilitering. Dus als je een buurtpreventieteam wil opzetten, nou, dan krijg je wellicht hesjes en jassen en flyers en stickers en dat soort dingen. Maar ik heb gemerkt dat er weinig visie ligt bij gemeenten. Hè. Het is weinig beleid over wat ze eigenlijk willen met buurtpreventie. En ik denk ook dat, nu zie je dat gemeenten vaak wel weerbaarheidstrainingen geven of hulpverleningstrainingen aan die buurtpreventieteams. Maar het zou mooi zijn als ook training wordt gegeven bijvoorbeeld over hoe je verdachte situaties nou moet inschatten. En wanneer je nou, hoe je moet handelen rondom die zaken, want dat ontbreekt er nog heel erg aan. En daarmee kan ook die perverse effecten van buurtpreventie, die doorgeschoten controle en die stigmatisering misschien ook wat worden ingedampt. Ik persoonlijk vind van niet. Ik denk dat in buurten waar het vertrouwen in elkaar en ook in instanties heel hoog is en het veiligheidsniveau ook hoog is, dus er wordt weinig ingebroken, er is weinig aan de hand, niet per se een buurtpreventieteam nodig heeft. Als je dat wel doet, loop je het risico dat mensen zich juist onveiliger gaan voelen. Want ze gaan dan denken, oh, er is toch wat aan de hand. Vooral bij ouderen zie je dat. En buurten waar er hele zware veiligheidsproblematiek is, bijvoorbeeld jeugdbendes zijn actief, veel straatroven, daar zou ik ook niet zo 1, 2, 3 met buurtpreventie beginnen. Want dan heb je toch het gevaar dat die vrijwilligers zelf risico lopen.